Deze nieuwsuitzending, die is omdat ik aan het einde ben van een burn-out, denk ik. Die heb ik echt gehad. Ik heb veel last gehad van verdriet en woede en zorgen. En ik heb in die tijd, dat is denk ik weer een jaartje of twee geleden, heb ik een lijstje gemaakt om ooit nog eens door te nemen met mijn kind wat er allemaal wel niet overkomen is. En die hing dus op mijn prikbord. Die gaat zo dadelijk de prullenmand in. En dan ben ik het nou echt klaar. Nee. Ben ik lekker aan het opruimen. Hè? Als je burn-out voorbij is, nou, dan ga je lekker opruimen. Ik heb wel een koolmonoxide melder en die gaat de hele tijd piep zeggen. Oh, die sloop ik zo dadelijk leven uit elkaar. Afgelopen. Eerst maar even dit. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, puntjes. Ja, precies. Dus, het eerste is je tentje. Dat is dan het tentje van mijn dochter. Die moest van de huisartsenpraktijk in onze woning een plekje voor zichzelf krijgen. We waren wat klein behuisd, dat is tot daar aan toe. Maar het kindje moest wel een plekje voor zichzelf hebben. Ze was toen 4 of 5 of zo. Nou, dat heb ik dan voor elkaar weten te krijgen. En dat werd vervolgens gesloopt. Niet door mij, niet door de buurman, maar door de moeder. Ze had in de kamer, tweede puntje, een hoogslaper. En daar moest een knus hoekje komen. En daar was ik ook lekker mee bezig geweest. Daar had ik lampjes opgehangen. En haar moeder heeft het volgezet met eigen spullen. Een hele grote kist heeft ze erin gezet. En niks mocht ook. Dus geen knus hoekje. Je bureautje. Op zo'n zondagochtend ging ik samen met haar een bureautje maken. Want ze lekker kon tekenen en schilderen. Nou, toen de moeder boven kwam om 12:00, toen is ze me toch geëxplodeerd, jongen. Zo. Nou, ik was boos. Nou, dan kreeg ze een oranje fietsje van opa en oma. Van de ouders van haar moeder. Dan mocht ze dan niet op fietsen. Ja, als ze niet aan de zij, dan gingen we naar het park of zo. En dan wilden ze op het fietsje. Ja, dan ging die moeder moeilijk over doen. Nou, toen was ze uit dat oranje fietsje gegroeid. En dan komt dus nu puntje 5. Toen kreeg ze een wat betere fiets. Maar dacht wat groter, zeg maar. En die moeder boos, jongen, toen die fiets gekocht werd. Eerst heeft ze geprobeerd om het helemaal tegen te houden. Van nou nog even wachten, want ik wil er nog over nadenken. Toen had ik de knoop uiteindelijk na 2 maanden of zo doorgehakt. En zeg van kom, we halen dat fietsje op wat ze al uitgekozen had. En die kan daar niet eeuwig blijven staan bij die fietsenmaker. Ja, daarna kreeg ze nog een andere fiets van uit de erfenis die ik had gekregen van mijn vader. Wilde die moeder dat ook even tegenhouden? Ja, mijn kind was toen 12 of zo. En de moeder had zoiets van, nou, ze leert eerst maar eens fietsen. Terwijl ze fietste al elke dag 2 kilometer heen naar school en 2 kilometer terug op de oude fiets van mijn moeder. Maar zij vond dat ze nog niet kon fietsen hoor. Volgende punt is een winterjas. De moeder had tegen haar verteld dat zo'n kort jekje van zo'n goedkope winkelketen, dat heeft een warm kleurtje, dus dat is warm. Yep. Nou, dat werd dus helemaal niks hè, toen de winter kwam. En ze helemaal vernikkeld over straat liep. En ik op een dag tegen haar heb gezegd van nou is het afgelopen. We gaan, dat was ook zo'n goedkope winkelketen. Maar we kopen in ieder geval een mooie, dikke winterjas voor je. Die tot over je billen valt. Die hoeft ik helemaal niet te doen. Dat zou de moeder moeten doen van de alimentatie. Maar dat doet ze niet. Winterschoenen, hetzelfde probleem. De moeder had ook zoiets van nou, we halen gewoon bij zo'n goedkope kledingwinkel. Halen we van die gimpjes. Maar die zijn maar €17,50. En ik kies er eentje uit met een warme kleur. En vervolgens kreeg mijn dochter, die kreeg wintertenen. Keyboardles. Ja, vond me door. Vindt ze nog steeds heel leuk om keyboard te spelen. Die moeder werd er helemaal gek van. Had ze last van? Ja, dat was heel erg. Want, waarom eigenlijk? Ik bracht haar naar keyboardles. En haalde haar ook weer van keyboardles. En ik zag erop toe dat ze af en toe een beetje oefende.
En de moeder had zoiets van, ja, dan moet ik erop toe gaan passen, toe gaan letten, dat ze het gaat oefenen. Ik word er helemaal gek van, ze stopte me mee. Nou, is mijn dochter maar mee gestopt, hè. Ook in dezelfde tijd zo'n beetje ging ze graag logeren bij mijn vader. En die woont op een boot, of woonde op een boot. En dat mocht in eerste instantie niet, want dat was gevaarlijk. En ze moest eerst zwemles A en zwemdiploma A en B hebben. Maar toen had ze dan zwemdiploma A en B. En mocht het nog steeds niet. Rekenles was het volgende punt. Ja, op de lagere school, primair onderwijs heet dat tegenwoordig. Nina heeft, mijn dochter heeft een vijfde groep overgeslagen. Of de zesde groep. Ja, groep vijf was dat. En toen kwam ze dus in groep 6 en toen werd er gezegd van ja, er moet een beetje bijgespijkerd worden. En dat zou ik dan op me nemen. Nou, als die moeder de gelegenheid kreeg om zo'n rekenlesje wat ik dan deed, om dat te verhinderen, deed ze het. Nina wegsturen. Maar nou, hou eens op, je gaat mijn tanden poetsen. Een of ander stom excuus. Of ze ging, als het 's avonds was, dan had ze verder niks te verzinnen. Maar dan ging ze antwoorden voorzeggen. En dan zei ik tegen haar van, hey, ik ben met Nina bezig. Zij zou lachen. Ja, nou, ze, ik wist het antwoord ook hoor. Drumles. Mijn dochter is best een goede drummer. Werd ze vanaf gehaald. Logeren bij mijn moeder. Nou, dat had haar moeder ook liever niet. Daar had ik wel allemaal slinkse methoden op verzonnen om daar omheen te kunnen. Wat is het voor een taak voor een vader? En in die tijd waren we nog gewoon getrouwd hoor. Nou, na de scheiding vond ik dat het tijd was, want dat is Nina al 11 zo. Dan kan zelfs je kleedgeld gaan krijgen. En ik moest iedere keer contant gaan pinnen. Daar had ik geen zin in. Ik zei, neem even een bankpasje. Dat heeft haar moeder heeft ze 3 jaar lang tegengehouden. Zo. Was op de 13e of zo. En toen was voor mij de maat vol. Dat heb ik tegen mijn dochter gezegd, van vanmiddag als je uit school komt, zorg dat je op tijd bent. Niet gelijk naar huis komen, want we gaan onmiddellijk naar de bank. Ik heb al gebeld en binnen 3 dagen had ik een bankpas voor haar. De moeder had het liever niet. Nou, muziek maken met mijn dochter, dat deed ik ook graag. Nou, als zij erachter kwam, jongen. Dan was ze gelijk schreeuwen en krijzen en hou ermee op. En wat ook niet mocht, dat was op schietles. Er zit een hele leuke schietvereniging hier in Arnhem. Hele vriendelijke mensen. En zij had er de leeftijd voor dat het mocht, want dat mag je niet als 6-jarige, maar dat was al 12, denk ik. En ik had al tegen mijn dochter gezegd, ja, je moet je paspoort even regelen, maar zeg nog niet tegen je moeder waar het voor is, want dan mag het niet. Maar goed, ze kon de paspoort niet vinden of de ID-bewijs, want dan moest ze het toch vragen. Ja, die moeder ontstak in woede. Als ik er nog wel meer op noem, hoor, dat gaat gewoon maar door. Ik ben er klaar mee. Ik scheur het door. En als mijn dochter nog wil weten wat het nou precies om voor gezeur was, nou, dan kan ze deze even afluisteren. Het geeft een lekker opgeruimd gevoel. Ik dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.